3 weken geleden gecontacteerd geweest door de burgemeester van Deinzen met de vraag om zo, ja, of dat we niet de capaciteit hadden om mondmaskers te maken, omdat er inderdaad wel een groot tekort is. Zowel voor, ja, voor de normale persoon, maar zeker voor het verzorgend personeel. Dus ja, op vraag van de burgemeester hebben we daar eigenlijk redelijk snel op ingepikt. Zijn we op 2 dagen tijd tot een prototype gekomen. Een beetje nagedacht over de verschillende stoffen die we zouden kunnen gebruiken. Dus we werken eigenlijk met een 3-lagig principe. Onze productiecapaciteit was ongeveer een kleine 1000 stuks. En nu zitten we ongeveer op een 2500 stuks per week. Ja, we hebben een beetje heel onze productie moeten herzien. Naar social distancing, naar het schrijven van protocols voor het ontsmetten van de werkplek. Ervoor te zien dat er eigenlijk zo weinig mogelijk contaminatie is naar de mondmaskers toe. Omdat dat voor ons iets echt volledig nieuw was. En we hebben ook een soort van kleine partnership samen met Wasserij de Keukenleer in Deinzen. Dus dat is ook, ik denk wel een mooi verhaal voor de stad eigenlijk. Die dagelijks al onze mondmaskers nog een keer industrieel wast, vooraleer dat die worden verpakt en dan aan de stad worden geleverd. Ik denk dat het initiatief van de stad uit, dat echt wel een heel positief initiatief is. Omdat wij heel veel aanvragen krijgen van buitenregio Deinzen. Ik denk maar aan ziekenhuizen uit Gent, uit Waver. Dus het is wel degelijk een tekort. Dus ik denk dat dat echt wel een goede zet was om daar zo snel mogelijk op te springen. We zien ook wel dat ons personeel, ja, de meeste mensen zijn van de regio. Dus die zijn echt wel geëngageerd om zoveel mogelijk mee te dragen, om zoveel mogelijk maskers te maken. Je ziet dat de nood echt wel hoog is.